Honden- en kattenopvang Ude, oftewel Hoka Zoo, gaat deze week collecteren. En dat betekent dat er collectanten bij u langs de deur kunnen komen. Want Hoka Zoo heeft behoefte aan wat extra financiële middelen. We krijgen maar een kleine vergoeding van de gemeente per binnengebracht dier. Maar dat vergoedt niet alle kosten die wij maken in verband met medische kosten, voer, verzorging. Dus daar hebben wij dringend geld voor nodig. Kosten zijn er natuurlijk altijd, maar er zijn ook grotere kosten. Een hoge kostenpost is natuurlijk medische zorg, operaties, medicijnen, dat soort dingen vooral. Het onderhoud van het gebouw, dat is ook echt dringend nodig. De collecte voor Hoka Zoo wordt deze week gehouden. Het begint op maandag 17 oktober tot en met zaterdag 22 oktober.